Misschien is het vooral belangrijk om te vermelden dat wij in Vlaanderen er heel uitdrukkelijk voor gekozen hebben om absoluut niet te besparen op het lokaal cultuurbeleid. Hè. Dus wat dat betreft, de budgetten die vanuit Vlaanderen naar de lokale besturen gaan, voor cultuur en dus ook voor bibliotheken, dat blijft wat het is. En daar komt ook zelfs, 2014 wordt gewoon ook de index toegepast, dus daar is geen besparing op. Ik denk dat dat belangrijk is, omdat het zijn dus ook een bewuste keuze geweest. Omdat we het heel belangrijk vinden dat dat cultuurbeleid ook echt lokaal gestalte kan krijgen. Ik weet natuurlijk, want ik heb zelf ook een lokaal mandaat, ik ben ook schepen geweest, ben trouwens nog altijd titelvoerend schepen. Ik weet dat gemeentebesturen het niet makkelijk hebben, dus men zoekt waar kunnen we efficiënter werken. En dan wordt al vaak eens gekeken inderdaad naar bibliotheekwerking, waar je ziet dat in heel wat gemeentebesturen er nog vaak verschillende kleinere filialen zijn. Je begint dan wel eens te kijken, wat gaan we daarmee doen. Ik denk dat daar het lokale bestuur het best aangewezen is om daar een beslissing in te nemen. Ik denk dat het fout zou zijn dat wij van bovenaf daar een aantal instructies geven. Voor ons is het wel belangrijk dat de bibliotheek wel een heel belangrijke pijler blijft in het lokale cultuurbeleid. Omdat uit alle onderzoeken blijkt dat bibliotheken zeer laagdrempelig zijn. Die bereiken mensen die bijvoorbeeld het cultuurcentrum niet altijd bereikt. Heel veel mensen gaan naar de bieb, kinderen, gezinnen, mensen die een krant komen lezen overdag. Dus je ziet dat daar echt wel heel veel mogelijkheden zijn.